Pletten we even weer zo. Doen we hem omhoog. En voilà. Heerlijke. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we weer Play-Doh uitpakken. Dus kom, laten we snel gaan kijken wat er allemaal in de doos zit. Kijk eens even. Hier kunnen we allemaal mooie en lekkere dingetjes mee maken. Oh, ik ben benieuwd. Eens even kijken. De potjes Play-Doh. We hebben wit. We hebben rood. We hebben blauw. Blauw-groen. En geel. En wat zit er nog meer in? Allemaal handige spulletjes. Even kijken. Ik denk dat we dit moeten we daar vastmaken. Oké. Zo, kijk. Oh, kijk eens. Dit is leuk. Moet je eens even kijken. Dus even kijken, als je hierop drukt, dan draait hij zo. Hé, dat is grappig. Dan hebben we hier nog iets. Dus even kijken. Hier moeten we ook nog iets mee doen. Deze zetten we neer. Hier aan de zijkant. Klik. Dan hebben we hier nog een zakje. Met allemaal mooie dingetjes. Dan moet deze hier komen te staan. Zo. En deze komt hier bovenin. En dan kunnen we daar bijvoorbeeld straks slagroom uit maken. En deze schuiven we hiervoor. En dan kunnen daar allemaal mooie figuurtjes uitkomen. Want... dan stop je daar straks klei in. En dan druk je het zo hier beneden. En dan druk je het zo hier beneden uit. Wat hebben we nog meer? Een vork, een mes en een spatel om de dingetjes te pakken. Nou, eens even kijken. En hier hebben we een wafelmakertje. Dat is ook leuk. Kijk, en die wafelmakertje, die doen we hier onderin. Zo. Dan kunnen we hier straks een stukje klei neerleggen. En dan drukken we erop. En dan drijft hij door en dan heb je een dingetje klaar. Nou jongens en meisjes, kom. Gaan we snel het eerste maken. Ik had net een heel leuk een gebakken eitje gezien. Dus daar hebben we witte klei voor nodig. En gele klei voor nodig. En dan beginnen we met een klein beetje geel. Zo, misschien nog iets minder. En die, zo, doen we hier eerst een bolletje geel in. Dan pakken we wat wit. Dat kneden we ook even zo. En dat stoppen we hier op. Kijk eens even. Heel zacht. Zo. Kijk eens even zo. Ach, kijk nou wat grappig. Een gebakken eitje. Moet jullie eens kijken, jongens en meisjes. Nou, dit is toch grappig? Hé, hey, leuk hè? Nou, die leggen we hier alvast even klaar zo. Maar we gaan nog meer lekkere dingen maken. Laten we een lekker wafeltje maken. Jullie kennen misschien wel wafels. Dat je papa of mama dat wel eens heeft gebakken. Of je opa en oma. Dan pakken we een bolletje gele klei. Gele Play-Doh, dus het is niet echt natuurlijk, het is allemaal speelgoed. Oké, let op. Dan doen we deze zo naar beneden, dan drukken we hierop en dan draait hij zo door en dan heb je een wafeltje. Let op. Hé, hey, kijk eens even. Dan halen we zo de zijkantjes er even af. Hé, hey, kijk eens even zo.
En hebben we een lekker wafeltje. Nou, is dat niet leuk zeg? Moet je eens even kijken. Dit is leuk zeg. Oké, maar en wat kan je op een wafeltje doen? Misschien ben je wel eens in België geweest. Of woon je in België als je nu kijkt. En het is ook lekker om op zo'n wafel wat slagroom te doen. Dus kom, gaan we daar eens wat slagroom op doen. Leggen we hier op het bordje het wafeltje. Pakken we wat witte klei. En het is hele zachte witte klei. Dus anders dan de normale Play-Doh. Zo. Het voelt ook heel lekker. Alsof je het kan eten. Maar dat kan natuurlijk niet, hè, jongens en meisjes. Zo. Daarop, die stoppen we hierin. Oké. Drukken we deze naar beneden. En daar komt net echt de slagroom uit. Moet je eens even kijken. Dat ziet er mooi uit. Kijk nou toch. Dit is leuk. Kijk eens even. Alsof er echt de slagroom op ligt. Dit kan je natuurlijk niet eten, maar het ziet er wel heel leuk uit. Een wafeltje met slagroom. En hier kan je een leuke banaan uithalen. Dus laten we dat eens even doen. Zo, een stukje gele klei. Hoppakee. Dat is één. En 1, 2, 3. Voilà, een banaan. Hij is natuurlijk wat kleiner dan in het echt. Maar dan kan je bijvoorbeeld lekker zo nog een beetje banaan erop doen. En wat hebben we nog meer? Oh, leuk. Aardbeien. Kijk eens even, hebben we nog aardbeien? Kunnen we nog wel twee lekkere aardbeitjes maken? Zo. Kijk eens even, dat is aardbei nummer 1. Die doen we ook lekker op het wafeltje. Nog één aardbeitje. Hoppakee. Zo, nog eentje. Die leggen we erbij. Hoppakee. Ja, en ik vond die wafel zo leuk. Zullen we nog een lekkere wafel gaan maken, jongens en meisjes? Pakken we nog wat gele klei. Zo. Zo, dan maken we weer een balletje van. Leggen we hier neer. Letten we even weer zo. Doen we hem omhoog. En voilà. Een mooi wafeltje. Gaan we het randje er weer even af. Zo. Kijk eens even. Een lekker wafeltje. Zullen we daar nog een beetje slagroom ook op doen? Dat lijkt mij wel een goed idee. Zo, doen we witte klei hierin. Drukken we er weer op en dan let op. Drukken we er weer op en dan let op. Heerlijke Play-Doh. Slagroom erop. Zo, kijk eens even. Ziet dat er niet lekker uit? Zo. En eens even kijken. Hier kunnen we ook nog wat leuks doen. Hier kunnen we nog een mooie versiersel uitmaken. Deze figuurtjes kunnen we eruit halen. Misschien wel leuk, kunnen we met het blauw doen. Zo. Flink wat blauw. Maak hem open. Stop hier onderin. Dan vangen we hem even op zo. Kijk eens even hoe mooi dit is. Kijk eens even. Wow, dat is mooi. En heb je zo drie van die slierten. Die kan je bijvoorbeeld mooi zo draaien. Dan maak je dat rond. Dan heb je een mooi versierseltje. Die kan je zo omheen leggen bijvoorbeeld. Dan kunnen we ook nog wel even van het rood maken. Kijken we die weer naar beneden. Komt er eerst nog een beetje blauw uit. En dan, kijk eens even.
rood en dan het bovenste randje is nog een beetje blauw. Dat is grappig. Moet je eens even kijken hoe leuk. Zien jullie dat? Leuk hè? Want deze kun je ook weer zo mooi draaien. Zo, een blauw randje naar boven. Die maak je zo. Ik ga dat zo neerleggen. Daar kun je wat leuks mee doen. Mooi versiersel. Zo jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Wil u nou een berichtje ontvangen als we weer een nieuwe video hebben gemaakt? Abonneer dan op ons kanaal met dat rode knopje beneden. En dan krijg je gratis een berichtje als we weer een nieuwe video hebben. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!